Oké, Martin, jij bent dus de directeur van Dragonheart. Wat houdt het precies in? Ja, eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby wat we hier ooit begonnen zijn. Of in Almelo eigenlijk begonnen zijn. Het sparen van wat ridderspullen. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot de grootste ridderwinkel van Europa. Ja, en inmiddels hebben we daar een heel uilentuin en alles bij. Een taxi de Miroe met opgezette dieren. En ons middeleeuws genootschap die hier dus dit weekend verzorgt. Schalenburg op de mond! Ja! Hatsa! Hoe zijn jullie er zo opgekomen om zo'n evenement te organiseren als reenacting, wat er nu gebeurt? Ja, het is eigenlijk een vraag van de mensen die als klant kwamen. Er waren heel veel klanten die vroegen van, god, jammer dat jullie niet een groep hebben. En nou ja, we hebben hier de ruimte, we hebben de mogelijkheden. Waarom niet? Dus zodoende zijn we eigenlijk een middeleeuws genootschap gestart. En kunnen mensen hier lid van worden om 5, 6 keer per jaar hier een middeleeuws weekend mee te maken, zeg maar. Hoeveel mensen komen er nou in zo'n weekend? Het is heel verschillend. Vanaf een paar honderd tot de kerstmarkt waar bij onze drugs bezocht is, daar komen soms een paar duizend mensen. Wat vind je nou het leukste aan een weekend als dit? De gezelligheid, dat mensen het leuk vinden. Het mooie weer helpt natuurlijk mee. En dat iedereen gewoon naar zijn zin heeft. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. Ja. Heer Boerman, wat is dit? Geeft u zich nu al over? Is dit uw eerste keer bij dit evenement, bij Dragonheart? Nee, ik kom hier elke week zomaar. Ja, ook bij de kleinkinderen en zo. Dan vinden ze je hartstikke leuk. Ja. Wat vindt u zo bijzonder aan dit evenement? Nou, ze doen het heel goed. Ook de uilen zo. Ik vind het prachtig om te zien vorige week, voor een paar weken geleden, ik weet niet meer wanneer, toen hebben ze dat ze overvlogen van de ene hand op de andere. En dan mochten de kinderen het ook vasthouden. En ik vond dat hartstikke leuk. Ze gaan hier heel leuk met de mensen om. Eerlijk is eerlijk. Eigenlijk vind ik dat ze meerdere hulp nodig hebben. Je bent dus reenacter. Wat is een reenacter precies? Reenacten, dat is eigenlijk levende geschiedenis. Wij doen een bepaalde tijd, dan proberen wij na te doen en aan het publiek te laten zien hoe men toen leefde. Hoe de gevechten gingen, hoe men de kleren droeg en ja, alles wat daarbij hoort. Wat maakt dit nou zo leuk? Wat maakt het zo leuk? Het is gewoon de uitoefening van je interesse. Ik ben natuurlijk zelf altijd al geïnteresseerd in de middeleeuwen en specifiek in de 11e eeuw. En het leuke is, je kunt je eigenlijk gewoon helemaal uitleven in je hobby. Je kunt het publiek enthousiast maken, je kunt zwaard vechten. Het is gewoon fantastisch. Hoe lang doe je dit al? Ik doe dit bij Dragonheart hier doe ik het nu voor het derde jaar. Daarvoor ging ik al zelf evenementen af. Maar toen op een gegeven moment kwam ik Dragonheart tegen. En dat was gewoon een hele gezellige club mensen. En daarom ben ik hier nu bij.